La 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 la. Wacht even, jongens. Nou. Oh, dat was toch eens even schrikken, Bilbo. Dat was toch eens even schrikken. Stak hij nou zijn tong uit? Wow. Goedendag, dames en heren. En welkom terug bij deze nieuwe video. Halleluja, ik ben weer terug. Ik heb heel wat uit te leggen, maar dat ga ik niet in deze video doen. We zijn weer terug met Lego de Hobbit. En ik weet niet wanneer mijn laatste video was. Mijn echte laatste video. Maar ik heb wel opgezocht wat de laatste Lego de Hobbit video was. En dat was 10 januari. The company took dus, shelter in the deserted ruins of a farm. Why this farm was deserted, seemingly in great haste, proved a mystery. However, it was certainly no small thing that destroyed the farmhouse. Nee, maar waarom ga ik een missie starten als ik nog aan het praten ben? Ik ben echt dom. We camp here for the night. I think it would be wiser to move on. We could make for the Hidden Valley. I will not go near that place. We have a map that we cannot read. Lord Elrond could help us. I do not need their advice. Everything all right? Gandalf, where are you going? I've had enough of dwarves for one day. Is he coming back? What's the matter? Trolls. He's got Merkle and Minty. I think they're gonna eat them. We have to do something. As our official burglar, we thought you might like to look into it. I'm not afraid. I'm up for it. Are you sure this is a good idea? It's perfectly safe. We'll be right behind you. We zijn aan het liggen. Mutton today. And blind. If it don't look like mutton again tomorrow. Ah. These ain't sheep. These is quest nags. Oké. Ja, dus de laatste video van Lego de Hobbit was 10 januari. Ik moet me echt schamen. Het is echt niet normaal. Ik heb dit. Deze opnameprogramma voor elkaar gekregen. Misschien kun je wel zien, het is niet de kwaliteit die je normaal van mij gewend bent. Dat weet ik. Maar ik ben aan het kijken of ik een nog wat ander opnameprogramma kan fixen. Want ik heb een game booster, zo gezegd. En die zorgt ervoor dat mijn games beter lopen. Maar er zit ook een opnameprogramma bij ingebouwd. Dat was een uil. Maar er zit dus een opnameprogramma bij ingebouwd. Daarmee kan ik ook streamen. Maar ik moet eerst uitvinden hoe die goed werkt. Ik weet gewoon alles nog. Ik voel me goed. Boom. Dat was eng. Maar ik hou van dit spel, jongens. Het is een... Meneer, kan je alsjeblieft niet door mij heen praten? Ik hou van het spel. Ik hou van opnemen. Het enige probleem is, ik moet de tijd en de opnameprogramma zien te vinden. Nou, het opnameprogramma heb ik gevonden. Kwaliteit is alleen niet wat ik normaal gewend ben. Dus dat is een beetje jammer. Maar dat hoop ik nog te fixen. En anders hebben jullie dit. Het is een opname, dus het moet goed zijn. Er is iets zwarts en daar werd mijn popje heel bang van. Dus geen idee, een rook of zo. Ik snap het nu. Ze proberen roken af te raden, want roken is slecht voor je. Dat is niet te ver gezocht. Er liggen daar spullen, die kan ik niet meer pakken. Bilbo, we hebben Bilbo nodig. Bilbo. Lekker rollen, per rol. Even kijken. Oh ja, dit moeten we precies op de goede doen volgens mij. Want dan krijg je iets extra's, dacht ik. Zo.
telkens X. Ja, monies. Monies zijn altijd leuk. Oh, dat moet daar naartoe. Gooien. Zo, Bilbo kan goed gooien. Het valt ook gewoon niet op. Oh, heerlijk. Ik hou van trollen. Echt. Oké, sorry. Oh, wacht, dat maakt niet uit, hè. Wat nou? Wat is dit? Use a slingshot. Oh. Oké. Nee, dat is geen slingshot. Ah, chill. Oh, dit vind ik leuk. Heel dit. Jij, paardje vrij. Rennen. Helemaal niks aan het oppassen. Ja hoor. Hij sloopt gewoon alles. Zijn jullie doof? Er is net een paard weggerend. Waarom moet hij precies op de plek gaan staan? Waar, wat doet hij? Ah, waar is Giet? Haha, lachen. Haha. Ah. Dus alles smaakt naar kip, behalve kip wat naar vis smaakt. Lekker. Oh, ik kan deze nog slopen. Kijk, daar wordt hij doof van of zo. Ik kan er niet dichtbij komen. Wat is dit? Er komt ook echt een rotgeluid vandaan. Doe me niet. Oh, deze ziet er vet uit. Wat is dit? Nou, dat werkt. Niet dus. Oké, nou, misschien kan ik dat later doen. Wanneer ik een mannetje voor heb. Zo. Oh, misschien heb ik... Want volgens mij was zo'n man met zo'n ketting. Zo. Ik weet niet meer. Zo. Huh? Allemaal kapot. Ik hou van deze game. Dat is niet normaal. Oh. Nou, deze heb ik niet meer nodig. Aangezien hij al een schep heeft gepakt. Zo. Vangen. Lekker steen in je soep. Kan ik dit doen? Ik kan het doen. Dat hoort dus niet. Dat is mooi. We hebben al... We hoeven nog maar één zo'n ding te lopen. Laat ik even al deze dingen pakken. Doe een barrel. Sorry. Hebben we deze man hebben nodig met een bloempotkapsel. Even kijken. Netjes. Oh, nog één. Oké. Oeh, dat is vet. Dag paardje. Volgens mij heb ik per ongeluk, zonder dat ik het wou, het filmpje geskipt. Nou, daar hebben we allemaal niet gezien. Die zoek ik nog wel een keertje op. Zou ik ook doen als ik jullie was. Als je de film hebt gezien, denk ik dat je weet wat er gebeurt. Maar toch, een beetje vet. Oké, verder. Wat is dit? Oh, goddomme, we mogen ook nog tegen die beesten vechten. Oké. Oh, dat was het. Wat ga ik hier doen? Zo. Ik
ga eerst alle monies pakken. Dit is echt vet, ik kan drie tegelijk schieten. Cap. Jongens, ik heb cap. Dat spaar ik toch nog steeds. Auw. Ik kan niet al dit geld afpakken. Want er zit waarschijnlijk toch geen tijd meer in. Maar nou, als je het een Lego game is. Er zijn wel games geweest waar een tijd in niet afhaal. Vroeger hadden we iets genaamd Lego Star Wars. Dat zullen jullie vast wel kennen. En dan niet de nieuwe Star Wars Clone Wars, maar echt gewoon de Star Wars game. En daar was een level bij. En daar kon je heel veel geld verdienen. Dat is dit. En dan daar zat tijd bij volgens mij. Oh, dan ga ik zo eens even. Ik wil eerst alle modies. Ik wil rijk en mooi worden. Get wrecked. Auw. Ik zeg get wrecked, dan word ik in elkaar gebed. Ik kom dit bouwen. Wat is dit? Oh, het is weer zo'n rot ding. Daar heb ik zo'n man voor nodig. Wacht, heb ik die? Misschien heb ik die. Oh, kan alle... Oh. Volgens mij of ik zit hier nu niet tussen. Hij gooit de steen, dame. Ja, sorry, wat? Nee, ik kan hem niet zijn. Dat is jammer. Jongens, wat doen jullie allemaal? Geef me gewoon deze man. Ik ging vol veranderen van poppetje. Het is gebeurd. Headshot. En nu? Oh. Ik heb deze man nodig. En dan? Oeh. Hutsakee. Netjes. Nee. Ik pak eerst de monies. Iemand kan eventjes de pleurs krijgen. Oké. Weg. Wat nog meer? Oh. Hij sloeg zichzelf. Oh. Dan heb ik hem weer nodig. Hoppakee. In de boom. Nu is een echte boomrol. Denk ik. Wacht. Ik heb hem wel. Oh. Stop eens even de spullen gooien, jij. Oké, okay, let's go. Maak hem af. Lay down your arms, or we'll whip his off. Oh. Bilbo! No! Jongens, je kan hem zo in elkaar zetten. Het is maar van Lego. Ah, kom op. Don't bother cooking him. Let's just sit on him and squash him into jelly. I should be salted and grilled with a sprinkle of cider. Okay. Save him. Don't hide far away. Let's get a move on. I don't fancy being turned to stone. Hoe kom ik hier doorheen? Daar heb ik hem. Oh, was hij degene waar je dat ding. Ah. Wat is dit? Zie dit, jongens. Oh, dat is geniaal. Maar hoe ga ik hem redden? Oh.
Ja, joh. With the seasoning. What do you know about cooking, dwarf? Shut up. Let the Flurgerberber hobbit talk. Flurgerberber. The secret to cooking is some... All delicious. Yes. Yes. The secret is to skin them first. Oh. What a load of rubbish! I've eaten plenty with their skins on. Scoffer might say boots and all. Bilbo, je maakt het echt beter. Niet normaal. Zo, oké. Dit ding erin. En draaien. Kom op, jongens, draaien. Oké. Wow. He's infected. Yeah, he's got worms in his tubes. In fact, they all have. They're infested with parasites. Wow. Okay. Come to you. Do ah. Well. You think I don't know what you're up to, this little ferret? Oh mijn god, wacht even. Ah, worst. Vrees mij, ik heb een worst en ik kan de barrel. Oei. Hoe snel je aan de overkant bent, dat is echt niet normaal. Zo. Nice. Eventje muziek. Dat is dit. Oh, wat gaan we bouwen? We gaan wat bouwen, jongens. Die hebben we nodig, die hebben we nodig, die hebben we nodig. Oké, wat hebben we nodig? Oh ja, dit bouwen, dat is... Ik vind het wel echt geniaal hoe ze dat erin hebben gedaan. Dat ding, dat, ah! Nee. Oh shit. En die. En die. Meow. Oh, die. En dan zo'n nopje. En dan zo'n ding. En dan zo'n ding. Nice. We hebben al de monies. Yay! Hem gered. Vrees mij, ik heb een grote worst waar ik alles mee kapot sla. Oh. De stomheid. Oh. Geniaal. Yes, we hebben het gehaald, jongens. Onze eerste missie na een hele lange tijd. Doem, doem. Allemaal geld. Master Burglar. Nice. Minikit, wat hebben we allemaal? Oké. Oh ja, dit maakt mij niet uit. Level complete. Master Burglar. Oké. Continue story. Since when do mountain trolls venture this far south? Not for an age. Not since a darker power ruled these lands. They could not have moved in daylight. There must be a cave nearby.
Wacht even, waar is die? Ik vond het echt geniaal eruit zien. Deze man, hoe die erbij liep. Was echt... Sorry. Heel veel mensen zullen nu afvragen waarom op ik lach. Maar ik bedoel... Wacht even, ik pak even dit geld. Dan moet je kijken, daar is een loopje. Wacht even, moet je kijken. Gewoon hoe het eruit ziet. Hij heeft echt zo'n waggelloopje. Zo van, ik ben blij. Oh, hier krijg ik... Dit vind ik gewoon echt leuk. Hey, dit zijn die trollen. Die stonden toch in eerste instantie anders. Sorry, ik vind ze gezicht gewoon geniaal. Ik vind het gewoon leuk hoe die hierbij staat. Toch, weet je wat het beter maakt? Wat het beter maakt... is als die borst vast heeft. Sorry. Gewoon dat waggeltje wat hij maakt. Oh, sorry jongens, ik probeer de... Ik vind het geniaal. Deze video is al lang genoeg en ik zit ondertussen met een popje uit te lachen omdat hij waggelt. Het is echt geniaal. Oké, sorry jongens, ik vind hem gewoon echt heel schattig uitzien op deze manier. Het is niet normaal. Kijk dan. Kijk zijn gezicht. Oké, jongens. Ik ga deze video afsluiten met een battle roll. Oké. Hé, maar mensen. Ik hoop dat deze video leuk vond. Dus ja, doe even een duim omhoog. Vind ik helemaal geweldig. Weet dat jij deze video leuk vond. Heb je een tip voor me? Of vond je deze video niet leuk? Zet in de comments neer. Geef een dislike als het nodig is. Zet in de comments neer wat je niet leuk vond aan deze video. Dan weet ik wat ik voortaan kan verbeteren. Om het voor jou ook leuk te maken. En ja, ik denk dat het wel was. Ik ga nog even een tijdje genieten van deze waggel. Want ik vind het echt geniaal. En een beetje barrel roll doen. En ja jongens, ik hoop dat je het leuk vonden. En er valt nog maar één te zeggen. En dat is... barrel roll!